Brandweer Twente had tegen 2 uur al zo'n 450 meldingen van stormschade binnen in heel Twente. Het betreft omgewaaide bomen, bomen over de weg, afgewaaide takken. Een rondgang door het centrum van Almelo leverde de volgende beelden op. Wat je ziet is belangrijk. Ik vond het 4 jaar geleden al indrukwekkend eigenlijk. Dat is nog steeds zo, omdat mensen, dat kan u mij ook overkomen, hè, dat er dingen gebeuren in je leven waardoor je op een gegeven moment misschien op straat terechtkomt of in de schulden of een combinatie van dingen of drugs of alcohol. Het is natuurlijk fantastisch als je dan naar een plek kan waar je weer wat ritme krijgt. En ik denk het verschil met 4 jaar geleden is dat de groep wat gegroeid is, dat ze nu op een plek zitten. Ik vind het heel mooi. U ziet er wel toekomst in voor dit project? Ja, ik ben natuurlijk geen deskundige op dit soort projecten. Ik kom hier om ervan te leren zelf. Hè. Dus ik wil nou niet hier weggaan als een soort deskundige op projecten zoals deze. Maar ja, als leek zou ik zeggen, en ik heb het voordeel dat ik wel meer projecten in het land zie, dat dit wel een hele bijzondere aanpak heeft. Omdat het lange termijn is, mensen geduld hebben en het is gaan groeien. Dit kun je niet in een maand, je kunt niet het gras uit de grond trekken en denken dat het sneller gaat groeien. Je moet echt tijd nemen en dat zie je wat hier toch het effect heeft. Neemt u het mee naar Den Haag? Ja, ik neem alles mee naar Den Haag, maar het is natuurlijk vooral een verantwoordelijkheid voor gemeenten. En wat ik vooral vandaag wil bekijken is hoe gemeenten nou omgaan met al die nieuwe taken. Om voor u en mij als inwoners van de stad ervoor te zorgen dat als er problemen zijn met jeugd, jeugdhulpverlening of met schulden, inkomen of zorg, hoe dat nou allemaal met elkaar verbonden wordt. En dan zijn dit erg mooie projecten. De scharrelkids van het IVN waren zondagmorgen weer op pad. De oudsten zochten naar diersporen in het Nijreesbos. Kijk, dat is echt een spoor. Als je hier staat kun je wel echt zien dat de man die kant op gaat. Ja, muis denk ik. Ja. Want hier zitten allemaal wortels, daar kan een konijn niet door, dat is te klein. Nee. Terug in het Tijdelijk Natuurhuis bekeken ze aan de hand van een werkboek wat ze gevonden hadden. Even goed lezen wat er staat. Een vraag aan Quinn. Zijn mensen eigenlijk ook dieren? Ja, want dat is ondertussen uit een dier ontstaan. Het is eerst een aap geworden en nu daardoor is het een mens geworden. De aap is ook het dichtst bij de mens, alleen dat heb ik niet hier geleerd. Dat heb ik gewoon uit boeken. De jongsten kregen uitleg over diersporen en gingen aan het werk met printen in klei. Dat die zo klein zijn. Nou, dat is grappig, hè? Het is niet sterk genoeg, maar maak wel sporen op jouw klei. Ja. Want, we zijn nu bezig met het boekje. Dat is een boekje over de sporen. En, het boekje stelt vragen over de sporen die we in het Nijreesbos hebben gevonden. Mensensporen, dierensporen. En de dierensporen, dat zijn eigenlijk uitwerpselen. Dat is, zoals drollen, keutels. Precies hetzelfde. Ik heb een veer gevonden. Ik heb een veer! En ik heb wat vloeibare vogelpoep gevonden. En ik heb ook een vogelnest daar dichtbij gevonden. Nou, gezien. Heeft iemand anders gevonden. Waarom vind jij het belangrijk om hier te komen? Dat is omdat Omdat ik meestal heel vaak achter de tablet zit, of achter de computer, of achter de televisie, of achter Xbox, PlayStation. Wat vind je eigenlijk van de natuur? Nou, ik vind het wel mooi, maar ja, ik vind het toch ook soms wel leuk om op de tablet te zitten. De gemeente staat voor een dilemma wat het zwembad, het sportpark betreft. Wat zijn de plannen? Directeur Erik Busser van het sportbedrijf Almelo vertelt erover. Op zich zijn er nog geen concrete plannen. Feit is dat we voor een opgave staan. Of wij, de gemeente eigenlijk, vanwege het feit dat de gemeente eigenaar is van het gebouw. Wij huren het van de gemeente. Alleen er staat veel groot onderhoud eraan te komen en... de gemeente heeft een opdracht om te verduurzamen. Dus er komen grote uitdagingen aan. En ja, ik denk dat het nu verstandig is als de gemeente, als eigenaar van het vastgoed, om te kijken van hey, wat is nu verstandig? Gaan we al deze maatregelen nog doen in het gebouw zoals het er nu staat? Of gaan we ook kijken naar opties van nieuwbouw? Als ik in het hart kijk van Erik Busser, de directeur van het sportbedrijf Almelo... Wat wil hij dan ten aanzien van het zwembad? Nou ja, op zich, kijk, de locatie is prima. Ik verwacht niet dat er we hebben al een doelgroepen zwembad, dus ik verwacht niet dat er een heel subtropisch zwembad voor terug gaat komen. Dus dat dat ook gewoon sober en doelmatig zal worden. Dat schat ik in. Wellicht iets meer vertier voor kinderen als wij het graag zouden willen. Ja, ik denk dat het... onze wens zou zijn dat we de dingen die we doen, dat het gewoon... Ja, zinvol is. Het zou jammer zijn dat je nu heel veel investeert en over 5, 6 jaar concludeert dat het toch eigenlijk handiger is dat we ergens anders gaan zitten. Vanwege allerlei andere redenen of vanwege de bouw en de oudheid van het gebouw. In zo'n brede opzet zoals u die schetst, is dan alles mogelijk? Ik bedoel, het houden van internationale zwemwedstrijden bijvoorbeeld. Ja, nou ja, of je die ambitie moet hebben. Kijk, er is net een akkoord bereikt tussen de Twentse gemeentes om samen te kijken naar bovenliggende accommodaties. En voor wedstrijden heb je toch 9 van de 10 keer een 50 meter bad. Nou, dan moet je of kijken naar Hengelo of moet je kijken naar Tervein, waar op waterpolo wordt ingezet. Daar zijn voorzieningen. Wij hebben hier in onze ISPA natuurlijk voorzieningen voor volleybal en voor turnen. Dus zo moeten we elkaar in Twente wat meer respecteren. Dus we moeten niet met z'n allen in hetzelfde kunstje willen doen en elkaar beconcurreren. Daar is de markt ook te klein voor. Even de vinger in de lucht. Wanneer staat er een nieuw of een vernieuwd zwembad in Almelo? Ja, nou ja, het zou mooi zijn dat we in het nieuwe coalitieakkoord na de verkiezingen dat men afspreekt dat men in ieder geval duidelijkheid heeft over hoe men omgaat met dit dossier. Dus die duidelijkheid zou er moeten komen. Dus ik denk dat het aan de gemeente is om de raad een rekensommetje voor te leggen van hey, wat staat er nu te gebeuren met betrekking tot kosten voor verduurzamen en voor het grote onderhoud. En wat kost een nieuw zwembad en waar zou die dan moeten komen. Maar ik denk dat dat aan de eigenaar van het pand is, de gemeente Almelo, om daar de raad in te informeren. Wij komen hier om te zingen, maar ook iets om te leren. En dat leren vind ik ook heel belangrijk. Dat leren doen we niet zoals op school, maar jullie gaan leren om hoe je goed je stem gaat gebruiken en hoe je goed leert zingen met expressies, zoals ze het, dat je daar niet zo een beetje bij staat, maar dat je heel goed leert zingen en je stem leert gebruiken en dat je ook een beetje lef krijgt op het podium. Servus bestaat op dit moment uit 2 afdelingen, een klassieke afdeling en een musical afdeling. En in de laatste voorstellingen die we gedraaid hebben... hebben er steeds kinderen meegedaan aan onze voorstelling. We zijn met een klein groepje begonnen, hebben meegedaan over de brug. En zo is het idee geboren om een aparte afdeling te gaan oprichten voor de kinderen. Dus een Servus Junior. Het gaat inhouden, we gaan net zo werken als bij de andere afdelingen. Dus we gaan toewerken naar een voorstelling. Dus we gaan nu een thema uitzoeken of een theaterstuk uitzoeken... waarmee we met de kinderen dus aan de gang gaan. En dan is het de bedoeling dat ze het uiteindelijk dus op gaan voeren. Dus even een beetje de knieën losmaken. De kinderen die al eerder zijn geweest, die weten dat ik dat altijd doe. Heupen. Nee, de heupen gewoon, dat is heel belangrijk. Waar zitten je heupen? Hier toch? Of niet? Bij mij wel. is wel de bedoeling dat wij die voorstelling dan gaan draaien hier in de klankkast. Dus dat we dat aan ombouwen als een theater en dat de kinderen daar hun voorstelling kunnen doen voor ouders en familie, vriendjes, wie er maar wil komen kijken. Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Al onze afdelingen die hebben natuurlijk een professionele en ervaren koordirigent. En dat is in dit geval bij Servus Junior is dat Mariëtte Effing. Ze gaat de zang begeleiden. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat de kinderen wat beter in de zang gaan worden. Dus we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn van de kinderen. En kijken of ze vooruit kunnen gaan. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste, de zang. Nummers 1, je hebt de nummers 2. 20 jaar lang niet gezien en je komt elkaar ineens tegen. En dan zing je... Hallo, hallo. Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Op dit moment hebben zich 20 kinderen opgegeven. En we hopen natuurlijk dat het er nog meer zullen worden. En we hebben de minimumleeftijd op 6 jaar gehouden. En we hebben niet gezegd van 6 tot 12, want we willen natuurlijk het liefst dat de kinderen uiteindelijk doorstromen naar onze andere afdelingen toe. Hoe kom je erbij om zo'n beest te maken? Ja, hoe kom je erbij? Ja, ik wou gewoon... Ja, een paard maken gewoon, weet je. En hij is een beetje uit de kluit gewassen, geef ik toe. Hij is een beetje groot geworden. Maar ja, ik wou hem gewoon maken, klaar. Ik had wel een beetje een idee wat voor paard. Natuurlijk omdat ik zwarte banden gebruik, of banden, die zijn meestal zwart. Een mooi groot zwart ros, weet je. Het kan een Twentse ros zijn, of een Friese stamboom. Maakt niet uit, ik wil gewoon een groot zwart paard maken. En ik maak dingen gewoon... volgens mijn instinct. Ik heb hem eerst op de muur getekend. Daar is die muur. En van daaruit heb ik hem eigenlijk gemaakt. En paarden heb ik zo vaak getekend en gemaakt. Of het nou van autobanden zijn, of van koper, of van hout, of van keramiek. Hier ben ik 3 maanden mee bezig geweest. Niet aan 1 stuk door, want ik had natuurlijk ook nog wat opdrachten her en der. Maar in grotendeels ben ik wel 3 maanden hiermee bezig geweest. Maar hoe kom je aan al die banden? Nou, ik heb een vriend die zit in de auto-industrie. En die heeft nogal contacten her en der. En ik zeg, goh, Lex, zo heet hij. Lex, ik heb autobandjes nodig. Oh, wacht maar even, ik bel wel even. Nou, en voordat ik het wist, had ik gewoon een hele stapel splinternieuwe banden. Ik heb hem laten filmen door Rickert Haring samen met Maurits Reinders. En die hebben een film van mij gemaakt. En die ga ik... Ja, die verstuur ik over het World Wide Web. En dan kijk ik gewoon wat er mee gebeurt. Maar vooralsnog ga ik er een tijdje zelf van genieten. Het is jammer dat hij nog geen naam heeft eigenlijk. Nou, laten ze mij maar bellen voor een naam. Als ze een leuke naam weten. Als het maar geen Black Beauty is of zoiets. Weet je wel van vroeger, die serie? Ja, ja, ja. Nee, gekheid maar. Het is een paard, een zwart paard. Leon Simons, kun je een beetje vertellen wat je hier vanmiddag aan het doen bent? Nou, we geven vanmiddag 2 clinics. De ene clinic is aan RTC Het Oosten, dat zijn de talenten van het Oosten. En de tweede clinic is eigenlijk voor de spelers die in en omstreek Almelo korfballen. En we proberen zo de talenten en de breedte sport daarin mee te nemen. En hoe kijkt u tegen de korfbalsport in het algemeen aan? Heeft die toekomst volgens u? Jazeker, we zijn hartstikke goed bezig. We zijn aan het groeien. En internationaal betekent ook dat we met Taiwan, die nu tweede is geworden in de wereld, dan hartstikke goede resultaten hebben gehaald. Dus we zijn absoluut groeiend. En als je hier kijkt, de eerste clinic waren er 32, bijna 32. En nu zijn het er rond, 40. Dus hartstikke goed vertegenwoordigd voor deze clinic. Ja. Ja. Dus het is niet meer een sport alleen tussen België en Nederland? Nee, die tijd is geweest. We doen het al in 70 landen. En dat betekent dus dat we heel goed aan de weg timmeren. Het enige wat beter zou kunnen is het algemene niveau van de top 6. Maar ja, daar zijn we hard aan het werk. En dat kan niet van nu op morgen. Maar daar zijn we wel hard mee bezig. Dus het wordt echt een wereldsport? Nou ja, voorlopig zijn we een wereldsport. Het wordt op alle continenten gespeeld. Dus we moeten zorgen dat we alleen in de kwaliteit nog gaan groeien. En dan denk ik dat we een hartstikke goede sport zijn. Maar vandaag zijn we bezig met ja, hier Almelo en omstreken. En zorgen dat we de kinderen daar voorzien van informatie en gewoon een leuke middag. En vanavond zat er wedstrijd op het programma. Ja, want er zijn vanmiddag een heleboel kinderen die een clinic volgen. En dat zijn er ruim 40 hoor ik. En vanavond is er een wedstrijd. En dat wordt een wedstrijd tussen, waartussen? Tussen Oranje onder 19. Die coach ik. En vervolgens hebben wij gevraagd om selectie Twente te maken om tegen elkaar te sparren. En dat is alleen maar goed voor ons team, want die heeft een goede oefenwedstrijd. Maar ook voor Twente is het goed, want die krijgen daar weer een topwedstrijd. En ook ja, een stukje aandacht in de omgeving is gewoon hartstikke goed. En dat zorgt ervoor dat we ook een samenwerksverband hebben hier met sportbedrijf Almelo. En daarin proberen we te zorgen dat we ja, van alles pakken, zowel breedte sport als de talenten. Dit stripverhaal in mozaïek verbeeldt de geschiedenis van Mans Kapbaarg. Het mozaïek is een initiatief van de stichting Stadsherstel Almelo en uitgevoerd door leerlingen van het ROC Oost-Nederland onder leiding van docent Ineke Pezi. Ze deden 9 jaar over het mozaïek dat bestaat uit vele kunstwerken op zich. Het werk wordt nu gerestaureerd.